Ja, Borussia Dortmund heeft twee spelers om te verwelkomen. En daar moeten we natuurlijk over gaan praten, want er zit één Nederlander bij. Ik ga het erover hebben in een nieuwe aflevering van Transfer Talk. En dat ga ik natuurlijk doen met onze kenner buitenlands voetbal, Suleyman Öztürk. Terug van weg geweest. We gaan jouw vakantie natuurlijk op een later moment bespreken. Komende maandag toch? Op een nieuwe tijd? Hoe zit dat precies? Dat weet jij als beste. Ik heb begrepen 12 uur, maandagochtend. Ja. Ik heb er zin in. Ik wist niet dat we onze vakantie gingen bespreken, maar ook daar heb ik zin in. Ik heb leuke dingen meegemaakt. Dat gaan we natuurlijk maandag gaan we dat uitgebreid bespreken in een nieuwe VU Uncensored. Het voortaan elke maandag om 12 uur op het YouTube-kanaal van Voetbal International. Sule heeft er zin in. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En als jullie er zin in hebben, doe dan gelijk even een duimpje omhoog. Nu alvast voor deze video. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International. Sule, die zit mij aan te kijken van, gaan we het nog over voetbal hebben? Nou, als jij wil... voordat we beginnen, ik zit met een man te praten die zijn kerstboom nog in de woonkamer heeft staan. En dat vind ik gewoon verwarrend. Ja. Ik zit ook aan het te kijken. Dat is goed, toch? Dat is wel een goede piek. Is wel een goede piek, ja. Behoorlijk lange piek ook. Ja, dat past bij mij, hè? Dat past wel bij jou, ja. Ja. Die gaat er morgen uit, trouwens. Dus ik kreeg van de week ook al wat comments. Wat doet je kerstboom nog in de kamer? Maar... dat zijn jouw kipplannen. De kerstboom eruit halen. Oké, leuk. Kerstboom aftuigen, ja. Zullen wij het over voetbal gaan hebben? En dan over Jadon Sancho en over Ian Maatsen. Ja. Over wie wil jij het als eerste hebben? Over Ian Maatsen. Dat is toch het meest relevant. Nou, vertel. Omdat dat een van de grootste talenten is die Nederland rijk is, denk ik. Als je zijn ontwikkeling de afgelopen jaren hebt gevolgd. En hem de afgelopen maanden ook bij Chelsea hebt gezien of eigenlijk niet hebt gezien. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar wat hij de komende half jaar kan brengen bij Borussia Dortmund. En hij is nodig daar, dus dat is ook wel een voor hem een welkome transfer. En voor Dortmund een welkome transfer, dus dat belooft veel. Ja, 21 jaar jong, Nederlander. Heeft al een tijdje bij Chelsea gezeten natuurlijk. Ja. Waarom is hij een van de grootste talenten op die linksback positie? Nou ja, omdat als je hem zijn ontwikkeling ziet, hij heeft diepgang, hij kan heel goed voetballen. Hij heeft de afgelopen jaren ook op allerlei manieren gespeeld als wingback, als normale linkervleugelverdediger. En afgelopen seizoen ook naar binnen komend, dus hij beheerst vele facetten. Je kunt hem niet vergelijken met Frimpong, die natuurlijk aan de rechterkant speelt en die ongelooflijk veel snelheid heeft. En dat is zijn grootste wapen. En Ian Maatsen is... ook snel, maar die heeft ook nog andere kwaliteiten. Maar het is gewoon een zeer complete back, heel jong nog. Die bij Chelsea net niet genoeg indruk maakt om dan ook basisspeler te zijn bij zo'n ploeg. Maar dat is ook heel erg moeilijk. En het verbaasde me eerlijk gezegd al dat Pochettino maar bij wilde houden voor het eerste half jaar. Maar snap ik het ook wel, want Pochettino denkt, ik heb liever 40 spelers dan 30 spelers. Maar ik zag hem afgelopen maand een keer spelen. En toen speelde hij rechtsbuiten tegen Crystal Palace, als ik het goed heb. Dat geeft wel aan in wat voor situatie hij zat. En bij Dortmund is hij echt gehaald als linker vleugelverdediger. Omdat ze natuurlijk één linksback nu op de Afrika Cup hebben met Ben Sebaini. En de andere linker vleugelverdediger die ook rechtsback kan spelen, Noor Ryerson, die is geblesseerd. Dus ze hebben per direct een linksback nodig. Dat is natuurlijk heerlijk voor hem. Dat je dan direct vanaf het begin er kan staan en minuten kan pakken. En dat je ook nodig bent. En dat je dan direct een indruk kan achterlaten. Ja, is dit voor hem ook de beste stap in zijn carrière eigenlijk? Was Chelsea misschien toch nog gewoon te hoog gegrepen? Of die Premier League überhaupt? Of vind je wel dat hij de potentie heeft om uiteindelijk toch nog een keer te slagen in die Premier League? Nou, ik denk wel dat hij nog, als je ziet waar League One, Championship. En dan is Chelsea in één keer bij een ploeg waar de druk zo hoog is. Is wel een ongelooflijk grote stap die je dan moet zetten. En dat lukt bijna geen enkele jonge speler. Dus dan is Dortmund... de Bundesliga, en dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen zien met heel veel andere voetballers, een fantastische tussenstap om alsnog je in de kijker te spelen. En hij heeft natuurlijk zijn contract nu verlengd bij Chelsea. En er zit nadrukkelijk geen clausule in zijn contract, maar ik denk wel dat er over een half jaar te praten valt over een eventuele overname voor een bepaalde prijs. Of hij gaat terug naar Chelsea, mocht hij zodanig veel indruk maken dat Chelsea denkt, we hebben hem nodig. Maar de vraag was of de stap te groot was. Ja, de stap naar Chelsea, één, dat zie je, is bijna voor elke... Madueke ook, die gaat van PSV naar Chelsea. Dat die stap te groot is, dat weten we allemaal. En dan heb je ook nog een trainer die zegt,
Eindelijk snapt Madueke welke kant hij op moet lopen. En dat is dan een half jaar. Dus je hebt ook te maken met, ziet een trainer het wel of niet in je zitten? Ik denk dat Dortmund voor Ian Maassen de perfecte stap is om te laten zien wat voor kwaliteiten hij bezit. Ook naar andere clubs toe. Mocht eventueel Chelsea niet met hem verder willen, dat je in ieder geval in de toekomst ook de stap kan zetten naar een andere club toe. Het is de Frimpong-route, de Sancho-route. En daar gaan we het zo nog over hebben. Dortmund is de afgelopen jaren een perfecte springplank gebleken voor toptalenten richting de top. Dus het is voor Ian Maassen een prachtig podium. En een prachtig theater, die Bundesliga, om zijn kwaliteiten te leren. Ja, het is eigenlijk vrij simpel optelsom van een ambitieuze jonge speler en een ambitieuze club die graag terug wil naar de top 4. Want Dortmund heeft natuurlijk al het een en ander te verduren gehad de afgelopen half jaar. Ook met Tersis die toch onder druk staat omdat hij moet gaan presteren. En er waren kwaliteitsspelers nodig. Nou, die zijn er met Ian Maassen en met Jadon Sancho wel bijgekomen. Ja, er is ontzettend veel te doen. Laten we het maar gelijk hebben over die Jadon Sancho. Over deze buitenspeler natuurlijk. Hij wordt gehuurd van Manchester United, dus terug naar Borussia Dortmund. Ja, in Engeland heb je de uitspraken van Chris Sutton, heb je die nog gelezen? Ja, ik heb daar wil ik eigenlijk wel iets over zeggen, de uitspraak van Chris Sutton. En dat is heel stoer en dat mag hij van mij zeggen. Alleen ja, ik vind dat weinig bijdragen aan de situatie. Kijk, er zijn wel meer analisten die dan hele stevige uitspraken doen. Maar de jongen zat in een vrij lastige situatie. Daar heeft hij ook aan zichzelf te danken door zijn gedrag. Weet je wel? En hij is door Ten Hag gestraft. En dat werd een onmogelijke situatie. En die situatie die was al maanden zo. Maar ik ben blij voor hem. En je ziet ook dat heel veel voetballers, behalve die van United, want er hebben maar één of twee spelers, als ik het goed heb begrepen, gereageerd op zijn vertrek. Wat ik al vrij vreemd vind. Hè. Echt een jongen die zo buiten de groep is gezet. Maar ik ben blij voor hem dat hij, zoals Tessie zei, heel erg lachend de training opkwam. Hij was heel blij en is als verloren zoon in de armen gesloten. Ik heb de koppen gelezen in Engeland. Ik heb het commentaar van Sutton ook vernomen. Ja, ik vind dat een beetje kinderachtig. Denk je, volwassen. En wat heeft hij gezegd? Ja, wat heeft hij gezegd eigenlijk? Ja, hij heeft gezegd dat hij denkt dat Jadon Sancho, dat hij vindt dat hij groter is dan de club Manchester United bijvoorbeeld. Ja, ik denk niet dat Jadon Sancho dat vindt. Hij heeft een bepaald gedrag vertoond wat niet in goede aarde viel bij Ten Hag. En dat is uit de hand gelopen. Botsende karakters, botsende belangen ook. Ik hoop voor hem dat hij redelijk fit is om in ieder geval zijn invallers minuten te kunnen maken de komende weken. En dat hij langzaam naar een baasplaats kan toewerken. En dat hij kan laten zien waartoe hij in staat is. Want het is wel fit en vrolijk en blij. Een geweldige speler. Je kunt natuurlijk de periode nog wel herinneren met Haaland in de spits. En hij van de linkerkant of van de rechterkant. Dat was wel geweldig. Met doelpunten, assist, droeg hij wel echt enorm veel bij aan het succes van Dortmund. En als ze ook maar een klein beetje die Sancho te zien krijgen bij Dortmund, dan gaan ze daar nog wel wat beleven. Want dan, dat is wel echt een upgrade met wat het afgelopen half jaar is gebeurd. Want de buitenspelers, we hebben het over Malem, Adeyemi, die hebben toch wel ernstig zijn ernstig in gebreken gebleken. Want weinig goals, weinig assists vanaf de vleugels. En dat heeft Dortmund toch wel nodig. Willen ze gaan aansluiten bij Bayern en bij Leverkusen. Ja, want 2,5 jaar geleden ging Sancho voor 85 miljoen van Dortmund naar Manchester United. Denk je dat hij die belofte nog kan gaan inlossen? Want jij hebt hem volgens mij destijds ook echt een van de beste buitenspelers ter wereld genoemd. Dat heb ik. Toch? Dat klopt, ja. Dat heb jij, ja. En dat is natuurlijk, dat was toen ook zo. Ik bedoel, als je zijn statistieken zag, maar niet alleen zijn statistieken, maar ook zijn spel, de manier waarop hij een back aanviel en ook liet staan vaak. De samenwerking ook met Haaland, die vond ik geweldig om te zien. En hij was toen een van de meest veelbelovende jonge spelers en van zijn generatie ook, is hij wel een van de grootste talenten. Je hebt het over Foden en Sancho, dat waren toch wel de grote jongens van hun generatie in de Engelse belofte ploegen. Alleen je ziet soms bij dat soort talenten, bij zo'n miljoenentransfer, en hij is dan naar Manchester United gegaan met heel veel verwachtingen, en komt dan in een situatie terecht dat het tegen zit, en hoe reageer je dan? En ja, hij heeft verkeerd gereageerd, dat betekent dat er in zijn mentaliteit, en dat zijn ook de verhalen die je nu van alle kanten hoort, weet je wel, uit de hoek van Ten Hag, maar natuurlijk, er is natuurlijk van alles naar buiten gekomen, dat in mentaliteit het een en ander schort. Nou heeft Tertius vrijdagmiddag op de persconferentie van Dortmund richting de West met Darmstadt al geroepen van dat hij nog heel veel moet leren. Maar dat is ook zo. Hij is nog steeds een jongen van 23 jaar. En ik denk dat hij, net als heel veel andere spelers die nu een beetje
buiten de boot zijn gevallen bij een club, toch denken aan er komt een toernooi aan in Duitsland, een EK. Ja, Southgate zal ook zijn wedstrijd in de gaten gaan houden bij Dortmund. En die jongen denkt ook... Maar is dat wel zo? Want Southgate kijkt toch geen Bundesliga? Nee, die kijkt geen Bundesliga. Dus dat wordt lastig. Dan is het wel een verkeerde keuze. Maar op een gegeven moment zullen ze ook wel aan Southgate vertellen dat als hij een paar keer gescoord heeft in de Bundesliga, dat hij moet gaan kijken. Ja, dat is wel, ja, dat heb ik een keer geroepen, geloof ik. Hè? Ja, dat vergeet ik nooit meer. Nee, maar Gerard Sauka kijkt uit principe geen Bundesliga voetbal. Nee. Die haat Duitsers. Ja. Over Duitsers gesproken, heb je nog wel eens aan Oliver Kahn gedacht de afgelopen tijd, of niet? Nee, geen seconde. Maar nu het zegt, nee. Leuk dat je het even benoemt. Ja, toch? Heb jij eens aan Oliver Kahn gedacht de afgelopen 2 maanden? Ja, eigenlijk wel. Ik vroeg me af hoe hij het kerstdiner zou hebben doorgebracht en oud en nieuw zou hebben gevierd. Maar ik kon het niet vinden. Oké. Ga ik achteraan, ga ik je maandag vertellen. Is goed. Ik had het met Bas gisteren over de top 4 van de Premier League. Ja. Als we het over de top 4 van de Bundesliga hebben. Want gaat Dortmund zich daarin nog melden, denk jij, dit seizoen? Gaan ze binnen de top 4 eindigen? Het zal wel moeten. Als je Jadon Sancho binnenhaalt in de Maas. Maar los daarvan moet het sowieso. En dat is natuurlijk wel ook de uitdaging de komende maanden. En Dortmund moet bij de eerste 4 eindigen. Bij Leverkusen gaat het sowieso doen. En bij München ook. Die strijden om de titel. Leipzig zal bij de eerste 4 willen eindigen. En Dortmund moet dan... Stuttgart. Ja, Stuttgart is natuurlijk de ploeg die verrast nu. Maar Dortmund moet daar wel overheen gaan. En ik denk dat de baan van Edin Terzic wel op het spel staat de komende tijd ook. Die staat nu al redelijk onder druk. En er zal ook in de Champions League misschien voor een stunt moeten zorgen tegen AC Milan. Maar ja, ze hebben natuurlijk afgelopen jaar de titel verspeeld. Op de laatste speeldag. Ja. Bellingham vertrokken. Daarvoor Erling Haaland vertrokken. Jadon Sancho is natuurlijk ook al vertrokken. En Bas heeft daar trouwens ook in de VI een verhaal over gemaakt. Over de status van Dortmund als eigenlijk opleidingsfabriek. En ja, ze leiden eigenlijk alleen maar spelers op. Maar het gaat ook om prestaties. En daar zijn de komende maanden wel belangrijk. Om te laten zien dat het niet alleen maar gaat om het opleiden en verkopen van spelers. Maar ook om het winnen van wedstrijden. Ik heb de afgelopen half jaar natuurlijk een aantal keer gezien. En de ene keer denk je, goh, wauw, in de Champions League. Weet je wel, dit ziet er goed uit. En dan in de competitie valt het weer tegen. Het is vooral met enorm veel ups en downs. Met jonge jongens die dan er niet staan. En het is niet helemaal een ploeg. En ik denk dat de kritiek op Dortmund, dat een opleidingsfabriek is, ja, die is wel terecht. En ze hebben nu ook weer met Ian Maatsen een speler binnengehaald. Die Dortmund toch ziet als een etalage om te laten zien hoe goed hij precies is. En die is over een half jaar waarschijnlijk wel weer vertrokken. Maar voor Ian Maatsen is Dortmund wel de perfecte plek om nu te zijn de komende tijd. Ook richting het EK, want we hebben het over Jadon Sancho richting het EK. Maar Ian Maatsen is natuurlijk ook al dicht bij Oranje geweest. En is daar aan die linkerkant. Je hebt natuurlijk Hartman nu die verzekerd is van een basisplaats. Maar het kan snel gaan in een paar maanden. Hè. Dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Dat je binnen 4-5 maanden kun je toch wel enorm in status groeien. En ook dat mensen toch denken, goh, die Ian Maatsen bij Dortmund, heb je dat gezien? Dat is toch wel indrukwekkend. Net zoals Frimpong bij Leverkusen natuurlijk flinke sprongen vooruit heeft gemaakt. En in die zin ben ik wel vind ik wel positief deze transfer. Want nog een half jaar bij Chelsea om de 2 maanden een keer rechts buiten staan. Dat is natuurlijk niet echt heel erg goed voor je ontwikkeling. Dus dat lijkt me voor Ian Maatsen goed. En Jadon Sancho was een spectaculaire voetballer. Is nog maar 23, hè? Hij is nog maar 23. En ja, het kan toch ook. Want dit zijn wel jongens. Jadon Sancho is echt zo'n straatvoetballer die denk ik weinig ritme nodig heeft om er weer te staan. Ik denk dat hij vooral een beetje liefde moet krijgen van een trainer. En daar is misschien Edin Terzic en ook de club Dortmund, waar hij natuurlijk al geweest is, misschien wel perfect voor om dat goede gevoel weer te krijgen als vleugelspeler. Want het is wel een sieraad voor het voetbal als hij fit is. En dan is het wel leuk om naar te kijken. Maar Dortmund heeft wel keuzes te maken natuurlijk. Hè? Met Adeyemi die er nog zit, Malen die er nog zit. Dus ik ben wel benieuwd als Sancho straks fit is, wie er dan geslachtofferd gaat worden. Je hebt Julian Brandt nog lopen, je hebt Marco Reus nog lopen. Lekker theetje. Lekker gebbe theetje. Gebbe theetje ook nog. Ja, drink je dat wel eens of niet? Heel af en toe. Is goed voor de keel, hè? Is goed. Heb je keelpijn? Nee, dat niet, maar het is goed voor de keel. Oké.
Dus. Hey, Sancho, ik zat even op transfermarkt te kijken. Zijn marktwaarde wordt op dit moment op 25 miljoen ingeschat. Oh. Is dat over een jaar weer richting de 100, denk je? Nee, niet zo snel richting de 100. Jij bent toch mislukt bij Manchester United. Maar ja, om op de Chris Sutton terug te komen. Ja, het kan heel snel gaan. Ik bedoel, hij kan inderdaad heel snel weer. Als hij in 10 wedstrijden 10 assists geeft en 4 keer scoort. En ervoor zorgt dat Dortmund bij de eerste 4 eindigt. Of misschien wel de halve finale van de Champions League haalt. En hij is daarin de grote ster. En hij is onhoudbaar in een aantal topwedstrijden. Ja, dan wil iedereen ineens Jadon Sancho weer hebben. Zo snel kan het gaan. Alleen, als je gaat kijken op de lange termijn. Hij heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar bij Manchester United zeer teleurstellend gepresteerd. En ook zeer tegen mijn verwachtingen in. Als je zijn talent ziet. En dan ziet wat er tegenover staat. Bijna niets. Op een gegeven moment kwam je een keer een man voorbij. En dan dacht je, goh, Jadon Sancho is weer terug. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Je moet over een langere periode laten zien dat je top bent. En ja, soms zie je van die grote talenten die dan na zo'n toptransfer van zoveel miljoen terugvallen. Ik bedoel, ja, je kunt een hele lijst opstellen van de afgelopen jaren van spelers die net niet zijn geslaagd. Of die er erg tegenaan hikken in de top. En daar is hij nu een voorbeeld van. Maar ik denk wel dat hij slecht kan omgaan. Dat zie je ook met de nationale ploeg. Hè, met Southgate, die relatie die hij heeft. Dat hij dan geen basisspeler is. Dat hij dan toch verkeerd reageert. Ik denk dat hij gewoon een issue heeft met tegenslag. En dat hij daar dan verkeerd op reageert. En dat is ook een stap die je moet zetten als prof. Omgaan met mensen die het niet zo in jou zien zitten. En dan desondanks toch blijven presteren. Dat is natuurlijk ook knap. En dat kan hij nog niet. Maar hij is pas 23, zoals je al zei. Zeker weten. Ik zou graag aan de kijkers willen vragen wat zij verwachten van de avonturen van Sancho en Ian Maatsen in Dortmund. Gaan zij slagen en gaat Ian Maatsen mee naar het EK? Dat is denk ik ook wel een leuke vraag om te stellen aan onze kijkers. Ja. Over Duits voetbal gesproken trouwens, Sully. We hebben vorige week natuurlijk de video gebracht waarin wij met Jarno erbij naar Leverkusen zijn gegaan tegen Eintracht Frankfurt. Ja. Ja, dat was een geslaagde trip, hè? En een leuke video geworden, toch? Absoluut. Bijna elke wedstrijd van Leverkusen uitverkocht, hè, de komende maanden. Ja, dat denk ik ook. Met VI Travel natuurlijk. Met VI Travel. Ik moet zeggen, ik heb daar echt wel heel veel leuke herinneringen aan die trip. Ondanks de aanwezigheid de van busreis. Jarno. Nee. Nee, de busreis zelf ook heerlijk. Ik bedoel, ik had een heerlijke plek. Ik zat ontspannen. Ja, biertje erbij. Totdat in Eindhoven een paar gekken instapt. Jarno en Matthijs Vechten. Een paar Brabanders. Maar ik heb heerlijk gezeten. Ik moet het zeggen, ik vind dat wel prima zo. Je zit, afhankelijk van waar je instapt, zit je een paar uur in de bus. Je wordt bij het stadion afgeleverd. En bij Leverkusen. Ik heb er wel, ja, dus zoals ik al zei, mooie herinneringen aan. Ik bedoel, Florian Wiertz, die danst nog steeds een beetje rond in mijn hoofd. Ik heb ook een verhaal gemaakt over Florian Wiertz. Ik dacht, goh, goede voetballer. Laat ik eens een keer een verhaal maken over hem. Zat volgende week in VI. En die heb ik toch live aan het werk gezien. En dat vond ik vond het natuurlijk al een vrij goede speler. De beste speler in de Bundesliga op dit moment, Florian Wiertz. En die heb ik nu van dichtbij, we zaten vrij dicht op het veld, van dichtbij aan het werk gezien. En ik was echt diep onder de indruk van de manier waarop hij daar op de helft van de tegenstander zo'n beetje rondhuppelt. Ja, dat vond ik leuk om te zien. Oké, zeker het zullen. Ja, volgende maand gaan wij weer op reis met VI Travel natuurlijk. Volgens mij mogen we nog niet verklappen waar we naartoe gaan, maar we hebben er allebei heel erg veel zin in, want we hebben een zaterdagwedstrijd en waarschijnlijk ook een zondagwedstrijd. Oh, dat is allemaal nieuws voor mij. Dus ik laat me verrassen, maar daar ben ik echt blij mee. Want ik weet welke zaterdagwedstrijd wij gaan bezoeken, geloof ik. Die weet jij, ja. En daar kijk ik enorm naar uit, omdat ik daar nog nooit geweest ben in het nieuwe stadion. Misschien zeg ik nu al te veel, maar... En ik ga dus direct naar dit filmpje even kijken wat er op zondag allemaal speelt. Ja, dan weet je genoeg, denk ik. Dan weet je het al. Ja. Oké. Ja. Dus ik ben een blije jongen. Je zit met een blije jongen. Ja, zeker, ja. Nee, maar kijk natuurlijk enorm ook uit naar de maandag, de 12 uur. Dan gaan we weer live. Er zijn leuke wedstrijden, hè? De Classico natuurlijk zondagavond. Ja, Real Barcelona. En wat denk je van United Tottenham daarvoor? In Premier League. Is het ook een leuke wedstrijd? Dus, ik kan helaas niet alles zien, denk ik. Want ik moet naar Go Ahead Eagles tegen Ajax toe. Tenminste, ik mag naar Go Ahead Eagles tegen Ajax toe. Dat kan ook een leuke wedstrijd worden, natuurlijk. Nou, jij gaat Bas Kuipers live aan het werk zien. Ja, goede linksback. Precies. Nou ja, maar dat is ook leuk. Dan kunnen we het ook over even. Ja, natuurlijk. Go Ahead Ajax. En dan neem ik die andere wedstrijd voor mijn rekening. En dan maken we het helemaal compleet maandag.
Ja, zeker. Ik heb er zin in, sorry. Maandag 12 uur VU en Sensor live op het YouTube-kanaal van VU natuurlijk. Mag ik jou bedanken voor deze Twente Talk? En wil je ook opnames maken van jouw de dag die je morgen hebt met de kerstboom? De kerstboom. Ja, even opnames maken. Ik wil maandag ook even uitzenden. Ja, dat is goed. Jouw weekend. Ik zal dat de piek in de doos gaat, zal ik gaan filmen. De piek in de doos, kijk. Ja, lekker, dat willen mensen zien natuurlijk. Piek in de doos, ja, dat willen mensen zien. Op 12, 13 januari, helemaal goed. Ja. Oké, Sully, dan zie ik jou maandag. Succes. Dankjewel. En jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Zoals ik zei, duimpje omhoog. En natuurlijk abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International. Tot de volgende video van VI. Ja, like is belangrijk. Ja, like is heel belangrijk, ja. Jongens. Echt heel belangrijk. Ja.